Hey, ik kreeg jouw boek, ik geloof, wat was het? In april denk ik zo ongeveer. Ja, maart, april. Ja, mei. In mei, nou, in het voorjaar. Ja. En ik zei al, voor Jesse staat erin. Ik hoop dat het boek iets doet. Ik zie je in de regenton. Ja. En ik dacht, die gaat me verzuipen, joh, in de regenton. Maar ik zag wel, maar voordat ik zelf ga vertellen wat je schrijft erover. Wat bedoel je daarmee? Met de regenton. Met de regenton, ja. De regenton is... Nou ja, Diogenes die schrijft dus over... en dat is? Filosoof. Oh, ja. Jij gaat mij de hele tijd vragen om dingen zo simpel mogelijk te houden. In ieder geval wel om het uit te leggen. Ja. Okay, goed. Diogenes is een Griekse filosoof. Ja. En die werd op een gegeven moment verbannen. Ik ga dan ook even kort door de bocht. Ja. Die verlaat zijn geboortestad. En die gaat dan in een regenton wonen. Op een marktplein, zo gaat het verhaal. Dat is niet bewezen, vastgesteld. Maar die bevindt zich dus eigenlijk op een drempel. En niet binnen, maar ook niet buiten. Net buiten groepen, maar tegelijkertijd ook binnen. En ik heb dat beeld, want eigenlijk is het een beeld. Want zijn filosofie gaat eigenlijk een soort cynische positie van Diogenes. Mij gaat het meer om dat idee van leven op het randje. En ik trek dat dan door naar migranten. Nederlands met een migratieachtergrond. Maar überhaupt migranten in zijn algemeenheid. Die eigenlijk ook zo'n tussenpositie bewandelen. Erbij en er niet bij horen. Erbij en er niet bij. Volgens mij gaat dat een rode draad worden, denk ik. Zo'n beetje. Maar dat gaan we zien aan het einde van het gesprek. Hey, je hebt een prachtig boek geschreven. Mijn ontelbare identiteiten. Mm-hmm. Maar eerst over jou. Je bent iets ouder dan ik volgens mij. 1982. Ja. Je kwam uit Nijmegen. En waar ik dus echt heel jaloers op was, je hebt bij NEC gevoetbald. Ja, dat klopt, ja. Niet per se dat het NEC is, maar dat je gewoon op zo'n niveau hebt gevoetbald. Ja, in de jeugd, hè. Dus ik heb... ik voetbalde eerst bij de NEC Amateurs. Ja. En dan werden gescout. Of ik werd gescout voor de voetbalschool. Ja. En toen heb ik een half jaar meegetraind met de C2. Ja. Slecht bevonden, teruggezet naar NEC Amateurs en de carrière. Als voetballer. Ja, maar toch, het is een half jaar langer dan ik bij een professionele club heb gespeeld. Want je vertelde, of je schrijft eigenlijk... en dat is iets wat ik heel veel hoor bij mensen met een migratieachtergrond... waar ik zelf ook wel meemaak. Je bent... je bent de kaas voor veel voor mensen uit de Turkse gemeenschap. Mm. En je bent de Turks voor Nederlanders. En die ruimte, waar hoor jij nog thuis? Kan je daar iets meer over dat spanningsveld vertellen? Hoe je dat zelf hebt meegemaakt, maar ook hoe je dat ziet gebeuren? Nou ja, kijk, in het boek beschrijf ik... het begint allemaal dat ik word uitgenodigd om te komen spreken... 40 jaar jubileum van mijn oude middelbare school. En ik twijfel of ik die uitnodiging moet accepteren. Of ik daarop moet ingaan. Eén reden is dat mijn oude geschiedenisleraar... dat was Nico Konst. En dat was de tweede man van de Centrumpartij. Nou, er vindt iets plaats. Er gebeurt iets in die klas. Hij vertelt mij dat er nooit iets met mij gaat worden. En zegt ook iets over mijn Turkse achtergrond... maar dat was een reden van... Oké, wil ik wel die lezing gaan geven? En wat ga ik dan vertellen? Ga ik dan ook vertellen over toen, over Konst? Want mijn verhaal staat niet op zich. Dat al een eerder incident had plaatsgevonden. Maar het boek gaat... Dan begint het boek. Maar ik vertel dan allerlei anekdotes. Eigenlijk in algemene zin over identiteitsontwikkeling. Dus hoe je als persoon... door een omgeving wordt gedefinieerd. Mm. En hoe er voortdurend etiketten jou worden opgeplakt. Maar tegelijkertijd dus ook hoe je kunt terugduwen. En hoe je je eigen identiteit ook vormgeeft. Of probeert vorm te geven. Één aspect daarvan gaat dus over etnische identiteit. Ja. En ik beschrijf dan, laten we zeggen, opvoeding thuis. Turks nationalisme... kritische teksten die ik schreef naar de Koep. En toen werd ik voor nep-Turk uitgemaakt en landverrader. Als ik kritiek uit op Nederland, dan overkomt mij hetzelfde. Dan ben ik een Turk. Gewoon niet eens een nep-Nederlander, maar gewoon... ja, ik hoorde gewoon überhaupt dan niet bij. Nee. Maar ik trek dat breder. We lachen nu, maar dat is heel, dat is heel ernstig. Hè? Ik bedoel, we zitten hier samen, lachen we erbij, dan ben je gewoon, ja, gewoon een Turk. Ja. Het klinkt grappig. En als je het zegt, zeg je het ook nog, hoor ik Nijmegen. Terug in hoe je dit zegt. Laten we niet lachen dan. Nee, ja, maar volgens mij kan je ook, als het heel ernstig is, geloof ik altijd, maar beter, hoe zeg je dat? Ik zeg altijd, liever een lach dan een traan. Ja. Maar het is wel heel heftig als je zegt, als ik kritisch ben over de Koep. Dan ben ik een landverrader. Maar als ik kritisch ben over hoe het in Nederland gaat, dan ben ik een Turk. Omdat je op die manier wordt voortdurend, alles wat je zegt, komt niet uit wie jij bent als individu, maar wordt terugherleid naar je etnische achtergrond. Zeker, ja. En wat dus een overeenkomstigheid is zijn ideeën over de nazistaat. Ja. En ideeën over nationalisme. Mij bracht het bijna op de stelling, ik ben benieuwd hoe je daarna kijkt, als ik je boek, zeg maar, lees of jij ideeën erover, dat het bijna onmogelijk is onmogelijk wordt gemaakt in Nederland om meerdere identiteiten te hebben. Als het aankomt op etnische identiteit, dan zou mijn antwoord zijn ja. Ik denk dat we de laatste decennia, als we kijken naar het publieke debat, als we kijken naar de rol van politici, politieke entrepreneurs. Oh jee. Politieke entrepreneurs? Ja, natuurlijk. Ja. Politieke entrepreneurs in de zin dat politici grote definitiemacht hebben. En op die manier ook, laten we zeggen, etiketten opplakken. Ja. En gesprekken bepalen en definiëren in het land. En dat mensen dan bij een koffieautomaat op het werk, die hebben het dan over wat politici hebben gezegd. Dus in die zin zijn de etiketten die politici ons proberen op te plakken, die zijn belangrijker dan, laten we zeggen, de bakker om de hoek of de slager. Woorden doen het toe. Ja, het heeft gevolgen. Maar ik denk dus dat de manier van praten over integratie, over migratie, over migranten, nu het recente debat over racisme, antiracisme, daarin zie je steeds dat het wordt verengd tot: je moet je loyaal bewijzen aan Nederland. En dat idee van dubbele loyaliteiten, dat zit dus niet lekker. En het is eigenlijk een onophoudelijk ritueel. Een permanent jezelf bewijzen aan Nederlanders. We hebben het hier over een fictie. Een hele productieve fictie van Nederland. Nederlanders. En dat de buitenstaander, en ook buitenstaander is tussen aanhalingstekens, dat hij zich steeds loyaal toont aan Nederland. En er zijn verschillende arena's denkbaar waarin dit ritueel zich afspeelt. Soms is het in de supermarkt, soms op het werk. Dus er zijn verschillende arena's, maar dat ritueel is wel vrij stabiel.